Volgens mij dan. Dat er meer dingen gedigitaliseerd worden van ons leven, dat vind ik verschrikkelijk. De meest simpele dingen digitaliseren, dat gaat ten koste van het menselijk contact. En handvaardigheid automatiseren, dat gaat ten koste van de creativiteit. Ik denk alles wat we nu, nou niet alles, maar het grootste, het gros wat nu gebouwd wordt, dat heeft niet het karakter, denk ik. Niet de uitstraling dat mensen over 40 of 50 jaar zullen zeggen van nou wauw, dat ziet er nog prachtig uit. Want het heeft geen eeuwigheidswaarde, niet. Nou, het gevoel wat ik heb bij monumentale gebouwen of in mijn geval monumentaal timmerwerk. Ik probeer dan als het ware in de voetsporen van mijn voorgangers te lopen. Dus hetzelfde te denken, hetzelfde te voelen. Waar ik ook wel eens aan denk, dan vraag ik mezelf af. Nou, stel dat ik nu in die tijd geleefd zou hebben, zou het dan goed zijn? Zou het dan een goede vakman zijn? Of zou ik nog heel veel moeten leren? Dus die gedachten die heb ik wel als ik dan in zo'n oud pand bezig ben. Nou, ik ben eigenlijk altijd al op jeugdige leeftijd bij mijn opa gekomen om lekker te werken, om dingetjes te maken en te knutselen van hout. Maar later werd het wat serieuzer en dus dan kwam ik daar echt geregeld en dan legde mijn opa alles uit. Totdat hij op een gegeven moment zei van nou weet ik niet meer wat ik moet vertellen. Ik was 18 jaar oud en ik werkte toen als chef werkplaats al. Ik dacht van nou, dit is het. Maar dat is dus helemaal niet waar. Want ik kwam een paar hele oude boeken tegen. Engelse boeken. En daarin stonden dingen die ik nog nooit had gezien, nog nooit van had gehoord. Dus toen ben ik verder gaan verzamelen boeken en zo. Oude boeken. En daar heb ik heel veel uit geleerd. En als ik nu aan mezelf de vraag stel van ken je alles, dan weet ik zeker dat ik nog niet alles ken. Dus je blijft altijd bezig, maar door samen te zijn, door samen dingen te maken, kom je veel verder als alleen. Ik vind het belangrijk
om monumentale gebouwen te beschermen en te restaureren, omdat het namelijk een prachtig tijdsbeeld geeft van de mensen uit die tijd en hun ideeën over kunst en schoonheid. En men sprak vroeger ook over bouwkunst in de plaats van kunde. En alles is met de hand gemaakt, hè? Alles is met de hand vervaardigd, dus dat is echt wel de moeite waard om dat te beschermen en te koesteren. Een glas, nou ja. Voor mij persoonlijk is perfectie in mijn werk onhaalbaar, vind ik. En dat is wel goed. Dat is een goed iets. En dat wil zeggen dat ik mezelf blijf ontwikkelen, blijf pushen om het beste uit mezelf te halen. En niet zo snel tevreden te zijn, want zodra dat je tevreden bent, dan zit er geen vooruitgang meer in. Wat ik wil als ik een werkstuk maak, dat alles perfect past. Alle verbindingen moeten perfect passen. En alles moet er super, super strak uitzien. Maar goed, neem nu bijvoorbeeld deze deur achter mij. Die is 110 jaar oud. En was zwaar gehavend. Dus deze deur is helemaal gerestaureerd. Constructief is deze deur weer helemaal in orde, helemaal goed. Maar cosmetisch is er nog een hele hoop aan te doen. Maar de opdrachtgever wil graag dat de deur er nog steeds oud uitziet. Dus niet dat het allemaal super strak is. Dus die wil graag een oude deur zien, want deze oude deur komt in een oud kozijn, in een oud huis. Dus deze imperfecte deur past perfect in de situatie waar die dadelijk terecht komt. Ik denk wel dat het nodig is om het vak te beschermen. Maar dat geldt niet alleen voor dit vak, dat geldt voor alle ambachten, vind ik zelf. Iedereen heeft het over het VMBO en scholen waar leerlingen het vak moeten leren, maar het is veel, veel breder dan dat. Want je bent namelijk nooit uitgeleerd. Je bent nooit uitgeleerd. Ook al zit je 30 of 40 jaar in het vak, kun je nog steeds een hele hoop leren. En dat moet je juist van elkaar doen. Dan gaat het vak pas naar een hoger niveau. En de beste manier, dan zouden we eigenlijk weer helemaal onderaan moeten beginnen. En dus kijken wat er nog behouden is gebleven aan kennis en vaardigheden. En dit samen bundelen en onderwijzen, zoals vroeger eigenlijk bij de gilden het geval was. Maar dit moet echter gebeuren door vaklieden die echt passie hebben voor het ambacht. En er moet eigenlijk geen financieel gewin in zitten, want ik denk dat we dan weer heel veel kennis en vaardigheden gaan verliezen. Mijn opa die zou het prachtig hebben gevonden om al die computergestuurde machines en zo te zien en wat eruit komt. Want mijn opa die was altijd oprecht geïnteresseerd in andere mensen, wat ze deden en wat ze maakten. Maar als je me dan vraagt van, zou mijn opa dat graag hebben geleerd, achter zo'n computer hebben gestaan, dan kan ik volmondig nee zeggen, want mijn opa was dik tevreden met het oude vak wat hij geleerd had.
door fabrieksgericht dingen te gaan produceren. Dan krijg je een soort van eenheidsworst. Dus alle dingen die zijn hetzelfde, die lijken op elkaar. Terwijl we eigenlijk met onze handen veel meer dingen kunnen maken. Onze voorouders die konden dat. En aangezien onze handen niet veranderd zijn sinds het begin van de mensheid, kunnen wij dat ook. Het enige is dat wij er wat meer energie en tijd in moeten steken. Belangrijk dag. Nee, het is gewoon een dag zoals elke andere. Vandaag heb je 3 pennen in je pet. Ja, dat is waar. 1 om het werkstuk af te schrijven. 1 om de rekening te schrijven. En 1 reserve. Serieus. Ja, maar je trilt nou met je camera. Dat is niet goed, hè? Nee, dat is heel goed. Ja, kunnen we? Ja.